koekjes bakken, daarvan word ik vrolijk. Dag vrienden, zijn jullie daar weer? Van harte welkom bij Ouwe Hans Jungle Club. Vandaag hebben we een heleboel te doen, dus ik zou zeggen, we gaan beginnen. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Mijn vrienden, de avonturiers en alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboebil die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de jungle. Natuurlijk, José. Dat is helemaal geen probleem. Daar gaan we nu gelijk mee beginnen. Oké, doeg. Was José. Die is dol op beren. Dus speciaal voor José en voor jullie thuis nog één keer de berenbosrap. Ga ik even kijken of we al post hebben. Van je hi hi hi, ha ha ha, ik sta erbij en ik kijk ernaar. De beer is los, in het berenbos. Alle brommende bruine beren, uit het binnen- en het buitenland. Wonen samen in het bos, het berenbos van Ouwe Hans. Al brave brommende beren, die doen er lekker wat ze willen. Ze hollen, rollen, ravotten, of liggen lekker lang uit te chillen. Want de beer is los, in het berenbos. En het is een wonder, het is een bovenwonder, dat die beren elkaar hier zo vonden. Van je hi hi hi, ha ha ha, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Want de beer is los, in het berenbos. Alle bronde bruine beren, uit het binnen- en het buitenland, wonen samen in het bos, het berenbos van Ouwe Hans. Al brave brommende beren, die doen er lekker wat ze willen. Ze hollen, rollen, ravotten, of liggen lekker lang uit te chillen. Want de beer is los, in het berenbos. En het is een wonder, het is een bovenwonder, dat die beren elkaar hier zo vonden. Van je hi hi hi, ha ha ha, ik sta erbij en ik kijk ernaar. De beer is los, de beer is los, de beer is los. In het berenbos, in het berenbos. De beer is los, de beer is los, de beer is los. In het berenbos, in het berenbos, het beer. De beer is los, de beer is los, de beer is los. In het berenbos, in het berenbos. Ik heb een hele leuke brief gekregen van René Patelski uit Heerlen. En hij schrijft, ik ben een grote fan van jou en je programma. Nou, dat is altijd leuk om te horen natuurlijk, hè. En binnenkort kom ik naar je dierenpark. Ik zou het leuk vinden om je daar te ontmoeten. Nou, als ik niet op avontuur ben, ben ik altijd hier, hè. En even zien. Ik zou ook graag willen weten hoeveel piranha's er in het dierenpark zijn. Kun je me dat vertellen? Nou, weet je wat ik doe, René? Ik ga even tellen en dan stuur ik je gewoon een kaartje terug met mijn handtekening erop. Is dat geen goed idee? Gaan we regelen, hè, Roger? Hey, die Bamboebil! Hey, doe maar, Tony! Ik wil heel even het ei lenen. Ja. Het magische ei? Het magische ei, ja. Wat ga je doen? Ik wil eigenlijk heel dicht bij de kleine witte leeuwtjes komen. Toen dacht ik, hé, het ei, dat is de oplossing. Ja, want met het magische ei kom je er heel dichtbij. Heb je mooi gezegd. Kijk. Voorzichtig, hè? Tuurlijk. Het ei is weg. Ja, dat zie ik ook wel. Hoe kan dat nou toch? Heb je het misschien uitgeleend? Nee, dat weet ik zeker van niet, denk ik. Hoewel? Hoewel? Ik heb het uitgeleend aan Jungle Jack. Die wilde samen met mijn nichtje Prairie Pip heel dicht bij de olifanten kijken. Nou ja, dan komt het een andere keer wel. Ja. Ik wil je nog even wat vragen. Nou, vertel. Jij kunt nog een goed liedje schrijven, hè? Nou ja, ze zeggen het, hè? Vertel. Ja, nou...
Het leek me zo'n leuk idee om nou eens met alle avonturiers een lied te zingen. Oeh, dat is een goed idee. Maar het is niet eenvoudig, hè? En ook niet simpel. En niet heel makkelijk. Dat begrijp ik toch. Ja. Maar zou je het willen proberen? Ik probeer het zeker, hè. De bassen van Mountain Mike en het sopraanstemmetje van Prairie Pip. Dat gaat wel lukken. Ja. Zeg maar, ik wou eerst nog even naar een oud filmpje gaan kijken. Heb je zin om even mee te kijken? Oude filmpje ben ik altijd gek op dat beetje. Ga lekker zitten. Ja, ga zitten. Ja. Schildpadden. Prachtig. Zullen we even bij ze gaan kijken? Oh, dat lijkt me een goed idee. Je weet maar nooit wat ze in hun schild voeren. Het is een heerlijke dag, hè? Het is een heerlijke dag. Weinig zon, hè, overigens. Weinig zon. Nou, maar die komt vanzelf. Want je weet, hier in het park komt altijd de zon, hè? Ja, en de zon die zit in jezelf, hè? Hé, hey, Bamboe Peel, wat ik nog even wilde zeggen. Over dat liedje, hè? Dat meende ik echt, hè? Dat we met elkaar heerlijk gaan zingen en dat jij het liedje gaat schrijven. Oh, dat vind ik heel erg leuk. Hè? Het is ook zo leuk om samen te zingen. Huh? Ja, samen zingen, dat leuk is. Ja, en En wat? En samen dansen. Gewoon een dansie met elkaar. Dansen ja. En zingen. Gaan we heerlijk doen. Toch? Hier zijn we al bij de schildpadden, zie je dat? Ja. Ah, even kijken. Ah, 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 ah. Hey, de zon. De zon. Ah, lekker, hè? Mag ik een schildpad aaien, Toendra Tony? Of vind je dat niet goed? Het lijkt me handiger te zwaaien, Bamboebeel. Dan weet je zeker dat hij niks doet. Hé, dat is geen schildpad, hoor. Oh nee? Nee, dat is een dinosaurier. Ah nee. Ah, jawel. Ah nee. Ah, wel, ah nee. Jawel. Nee. Nou, dan gaan we het vragen aan Kim. Oh, goed idee. Kim, hey. Hoi. Toendra Tony zegt dat dit een dinosaurus is. Nee, dat is geen dinosaurus. Oh. Het is wel een prehistorisch dier. Ah, een prehistorisch dier, dus ze bestaan al miljoenen jaren. Ja, dat klopt. Oh, en hoe oud is deze? Dit is Mien en zij is 45 jaar oud. Mien is 45 jaar. Ze kunnen heel oud worden, hè? Ja, dat klopt. Wel 200 jaar. Zo, dat is enorm. En deze komen voor op de Seychellen. Ja, dat klopt. En daar is toch altijd lekker zonnig weer, hè? Ja, hier nu ook. Daarom mogen ze ook naar buiten. Oh, want als het koud is, zijn ze niet buiten? Nee, dan gaan ze naar binnen. Blijven ze binnen. Oh, en waarom is dat dan? Omdat ze koudbloedig zijn en als ze moeten opgewarmd worden door de omgeving. En als ze niet opgewarmd kunnen worden door de omgeving, worden ze heel erg traag, heel erg sloom. Dus ze hebben de zon echt nodig. Oh. Kim, mag ik ook nog eens iets vragen aan jou? Natuurlijk. Klopt het dat het vegetariërs zijn? Ja, dat klopt. Hier eten ze gras, andijvie, hooi en brokjes. Eten ze andijvie? Ja. Het is mijn lievelingseten. Echt waar? Ja, met gesneden uitjes. Ja. Vind ik lekker. Oh, heerlijk. Ja. Zeg, mag ik hem misschien ook eens even aaien? Natuurlijk. En waarom aai je hem eigenlijk? Dat vindt hij lekker. Oh, het is heel eenvoudig. Vindt hij lekker? Ja, dat vindt hij lekker. Oké. Ga ik even hier staan? Kan ik eens even voelen hoe zo'n prehistorische huid voelt? Oh ja. Oh, dat is bijzonder, hè? Moet je ook even voelen, Toendra Tony, of durf je soms niet? Ja, dat mag wel hoor. Mag het geen? Natuurlijk. Ah, lekker. Lekker. Is bijzonder, ja, hè? Ja, heel bijzonder. Ja. Hey, maar Kim, we moeten er weer vandoor, hè? Ik moet nog eventjes naar mijn nichtje, Prairie Pip. Oh, nou, ga ik je wel weer zien. Dag, Kim. Tot ziens. Hey, doeg. Geweldig. Het was geen dinosaurier. Dat ruikt lekker. Zou ze nou alweer koekjes aan het bakken zijn? Eén voor Mountain Mike, één voor Jungle Jack en nog één voor Bamboe Bill. Zo, nu hebben ze er allemaal evenveel. Hé, hey, ben je nu alweer koekjes aan het bakken? Ja, lekker toch? Heerlijk, maar voor wie bak je al die koekjes? Nou, voor jullie allemaal. Voor ons? Ja, om jullie te bedanken dat ik hier mag blijven wonen. Oh, dat is ontzettend lief van je, hè? Je bent niet voor niets, mijn lievelingsnichtje. Maar je hebt toch ook maar één nichtje? Zal ik even helpen om ze te gaan brengen naar de avonturiers? Oh, goed idee. Maar we moeten wel eerst even afsluiten, want het is alweer voorbij. Maar willen jullie meer avonturen? Ga dan naar jungleclub.nl. En we zien jullie snel.
Nou, Prairie Pip, hier zullen de avonturiers van opkijken, hoor. Oh, dat weet ik wel zeker, Baboe Bill. Het zijn er ook zoveel, hè. Voorzichtig, hè, dat ze niet vallen. Natuurlijk. Oké. Oh, ze ruiken zo lekker. Oh, lekker, ook, hè.